Je ziet het steeds meer. Linten van zonnebloemen langs maïsvelden. Het siert het landschap en draagt bij aan de biodiversiteit. 4200 meter is er dit jaar aangelegd. En de pan is dan ook best tevreden. Maar hoe verder? Maar de bedoeling is in de toekomst dat crowdfunding het geld wordt voor het stimuleren voor de aantal meters in het gebied. We gaan niet zeggen van het moet. De bedoeling is dat alles mag en kan. Zijn ze enthousiast, kunnen ze meedoen. Vinden ze het niks, dan is het ook goed. Ja. Het eerste jaar hebben we de volledige vergoeding is bij de boer gekomen. We zijn begonnen met een loonwerker die een trekker en zijmachine beschikbaar gesteld heeft. Ik heb vrijwilligers gezocht voor het zaaien. En zodoende heeft de boer de 50 cent per meter volledig gekregen. In de toekomst zal het misschien iets anders worden, dat de zaaivergoeding dan ook van die 50 cent op gaat. Het is de bedoeling om de toerist te enthousiasmeren om zoveel mogelijk geld in die crowdfunding actie te krijgen. En hoe meer geld voor die actie, hoe meer meters er in het gebied gezaaid gaat worden. Ja. Nu gaat de mais dit jaar eigenlijk vroeg eraf. U zei al straks 4 weken eerder dan normaal. Dat wil zeggen dat ook 4 weken eerder de zonnebloemen weg. Ja, we hadden besloten om hem iets later te zaaien. Om de zonnebloemen mooi te laten bloeien. Nu door de droogte is de mais wel 4 weken eerder rijp. Dus de mais gaat eraf. En nu is de keuze aan de deelnemers zelf om te beslissen van wat ga ik doen. Doe ik het mee hakselen of laat ik hem staan voor de vogel van deze winter. Sorry. Ja. Dus ja. Dat is aan de deelnemers zelf om te beslissen. Wat zou u graag willen zeggen voor diegenen die nog niet meedoen, maar wel interesse hebben? Oeh, dat is moeilijk. De keuze blijft bij de ondernemers zelf. Zijn ze bereid om meer te doen? Zijn we echt als PAN, als organisatie, best wel bereid om mee te denken? Maar de beslissing blijft altijd bij de ondernemer zelf. Ik kan me begrijpen dat door de regelgeving, dat ze zoiets hebben van al die regeltjes, aan mij geen Polonaise, dat begrijp ik volledig. Ze kunnen meedoen. En hoe meer meters, hoe mooier voor het gebied. Het ligt ook aan de toerist natuurlijk. Wil de toerist investeren in het mooie gebied, dan kunnen ze deelnemen in de crowdfunding. En zit er meer geld in de pot, dan kan er ook meer aangelegd worden. En zo zit het gewoon in elkaar, zo simpel is het. Gaan we geluiden van het bestuur dat we vanaf Winterswijk tot aan Lochem een lint willen maken? Dat zou een mooi streven zijn, maar we gaan het zien.